It's all I wanna do. Yo, Chesto, en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag gaan we een keer Sticks and Stones spelen. Want op dit moment dat ik deze video kijk is Rubens bij mij. Dus ik heb niet heel veel tijd om deze video op te nemen. Want hij is nog niet bij me, maar als jullie dit kijken is hij bij me. Dus dat wordt lachen natuurlijk. Dus, we gaan natuurlijk gewoon, Sticks and Stones spelen. Dus, moet je natuurlijk even in de latten, even je blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt me enorm. Ik ben zo slecht met de crossbow, hè. En dat is eerst een stuk binnen. Oké, komt hierheen. Ze lopen erachter. Maar, als jullie nog niet weten wat natuurlijk Sticks and Stones is. Je hebt natuurlijk gewoon een crossbow, een blessing knife en een tomahawk. Zodra je wordt getomhakt, ben je al je punten kwijt. En zo simpel is het. Gewoon zorg dat je niet wordt getomhakt. Oeh, als ik hem nog had gestukt, dan had het wel mooi geweest. Maar dat gebeurde dus niet. Je krijgt natuurlijk de meeste punten als je iemand stukt. Je krijgt de minste punten als je iemand knijft. Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen niet getomhakt. Ik dacht even dat ik werd getomhakt. Dus, even onze concentratiemode aanzetten natuurlijk. Oh, ik ben scheef. Oei, oei, oei. Zo, hij lekt een beetje die vent. Zal ik hem dat ding gooien? Let's go. Ga niet dood. Let's go. Ik ben echt bang als ik om een kluitje loop, man. Oké, hij gooit net zijn ding. Dus ik kan jou knijven. Mooi zo. Zal ik naar boven klimmen? Oh. Kom naar boven. Nee, komt hij niet. Even hem snel knijven. Even hem snel knijven. Spant hij hier. Even hem snel knijven. Dan gaat het wel lekker. Ik heb nog één crossbow kogel. Hoe zeg je dat? Voor mij is het geen... Oh mijn god. Ik kan alleen nog mijn knife, hè. Dat is kut. Holy shit! Oké, let's go. Ik heb weer ammo. Zo, jok, even geluk, jongen. Waar ik ben scheef. Die had gewoon raar moeten zijn. Ik moet gewoon zorgen dat ik niet gehumilieerd word. Oh, mooi stuk. Had mij ook. Dat zagen jullie al. What the fuck? Ik span gewoon fucking achter hem. Ja, ik span ook achter hem dus. De spans in deze game mode zijn nog wel fucked up, zo te zien. Oh. Jammer. Zo! Turn met een tomahawk! Zo, die was even mooi. Oh, ik ben altijd zo bang hè, als je gaat knijven. Want ze hoeven alleen maar je R2 in te drukken. En you're dead. Oké, knifeception incoming. Ah. Oké, wie staat de tweede? Oké, Ruru. Ik ben benieuwd waar hij loopt. Oké, hij was het dus niet. Ik hoop dat ik dit ga winnen. Ik speel net ook één potje hiervoor. Toen werd ik gewoon in de laatste 5 seconden gehumiliëerd. En ik stond heel het potje voor. Dat is echt zuur. Oh, gelukkig, hij stukte me. Oké, kom op, boys. Hij is een tweede, Waar spant hij? Dit is hem. Nee! Het gebeurt weer! Het gebeurt weer in de fucking laatste 45 seconden. Dit meen je gewoon niet, jongens. Dit is gewoon niet serieus.
Nee, jij moet ook dood. Kut, ik ben mijn tomahawk kwijt. Dan maar knijven. Ah, dit is zo genaaid, hè. Ik vind het zo genaaid. For fuck's sake. Oh my god, jongens. We stonden heel het potje eerste. Waarom heb ik dit altijd? Ik heb dit altijd. Ik heb dit al fucking tijd. Ik zei heel potje eerste. Laat 45 seconden een leuke tomahawk op je bakkes. Maar jongens, mocht u nou wel genoten van deze video, laat dan alsjeblieft je blauwe duimpje omhoog achter. Dat helpt mij enorm. We hebben wel de meeste kills van het hele potje, dus daar ben ik wel blij mee. Maar, super bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video weer. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!